alle mogelijke mooie plekken in Scheveningen ook komt. Maar dat het tegelijkertijd ook een via één onderdeel is van een verjaardagsfeest waar heel veel gasten, heel veel bezoekers van buiten komen. Nou, dat wens ik u allemaal toe. Dat het voor uzelf een fantastische twee dagen wordt en daarna nog de tentoonstelling hier. Dat u heel veel bezoekers krijgt van, op bezoek krijgt van mensen die ook oprecht geïnteresseerd zijn in het werk wat u op al die plekken, uw opschreveningen presenteert. En uiteindelijk dat er inderdaad ook heel veel mensen op afkomen. Ik wens u een prachtig weekend. Ik wil iedereen, maar Florie en jullie, jij hebt iedereen bedankt, dus dat ga ik helemaal niet terug doen. Maar ik wil dan in jou en in jou ook iedereen bedanken van COPS, van Museum. En ja, dat geldt natuurlijk, want er zitten hier veel deelnemende mensen ongetwijfeld in de zaal. Dat geldt dus voor u allemaal. En nogmaals, ik hoop en ik ben ervan overtuigd dat het een prachtige kunstroute wordt. En een mooie tentoonstelling hier. We gaan gewoon naar boven, maar in ieder geval is de kunstroute en de tentoonstelling hierbij geopend. We zijn hier nu bij Museum, waar we net de kunst, of de tentoonstelling hebben geopend van COPS, kunstroute. Ja. Feest aan Zee. Dat het een succes is, hè? Ja, getiteld Feest aan Zee. Er zijn allemaal werken te zien. En het is een deel van de kunstroute die morgen en overmorgen, 15 en 16. Te zien. Ja. Bijna alle COPS-leden doen er aan mee. In ieder geval heel erg veel. Het is heel divers wat er te zien is. Ik hoop dat je er zo meteen eigenlijk iets van laat zien. En ja, we zijn er trots op. Ja, het ziet er fantastisch uit. Heel ruim, mooi ingericht. Ja. En het duurt nog tot 14 oktober. Tot en met 14 oktober. De expositie, de overzichtstentoonstelling, die is te zien in het museum. Neptunusstraat, ik geloof 17 of zo. Ik durf niet de nummer niet te zetten, maar in de Neptunusstraat. Het is zo te zien, een oude school in Scheveningen. Kom allemaal.